Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zitten we op mijn kantoor thuis. En ik zit achter mijn computerscherm. Want ik heb een video toegestuurd gekregen van Daan. En we gaan Daan zijn deadlift techniek eens even nakijken. Daan heeft namelijk het probleem dat hij 85 kilo bankdrukt, maar dat hij maar 115 kilo deadlift. En hij vraagt zich nu af, Raymond, ligt het aan mijn techniek? Zijn er dingen die ik kan verbeteren? En die zijn er. Nu wil ik graag weten of jullie dit een leuke video vinden. Want ik krijg vaker via Instagram squat controle filmpjes, deadlift filmpjes en noem maar op. Ik zeg niet dat ik de tijd heb om iedereen zijn filmpje te beoordelen. Maar misschien kunnen we hier wel een leuke serie van maken als jullie denken van nou, dat zijn wel handige tips. Of ik wil mijn vorm ook eens laten controleren. We gaan eerst eens beginnen met Daan. Daan heeft... Even kijken, ik moet er even aan wennen, want mijn scherm... Juist. Daan die heeft deze video ingestuurd. Hij gaat 3 herhalingen doen. Ik zou niet weten hoeveel kilo het is. Dat maakt voor de rest niet zoveel uit. Het is best zwaar voor hem zo te zien. Hij gaat staan, hap adem en hij start. Ik ga jullie even 3 herhalingen laten zien. Dan zien jullie hetzelfde wat ik zie namelijk. Hoppakee. En nummer 3. Juist. Hoppakee, netjes. Oké, ik vind het geen vreselijke deadlift. We gaan eerst naar de eerste herhaling kijken. Ik wil dit moment graag laten zien. Dit is het moment, zoals jullie zien, dat de schijven net van de grond afkomen. Dus, als we een paar beelden teruggaan, is dit zijn startpositie. Hij is, als het goed is, nu helemaal onder spanning en dit is zijn startpositie. 2 dingen wat me als eerste opvalt. Dat is de onderrug. Zoals jullie zien zit daar best wel een bolling in. Hij is niet vlak en er zit zeker geen lichte holling, geen neutrale rugpositie. Dus onze lordose, die holling in je onderrug, die is niet aanwezig. Dus die zou ik, als hij bij mij traint, zou ik die als eerste erin willen hebben. Dat vind ik een best grote fout. Dus Daan, dat zou je kunnen verbeteren door je knieën iets naar buiten te sturen. En waarschijnlijk heb je dan iets meer controle over je bekken en is je rug vlak. Dus dat willen we eerst hebben. Als we dan naar zijn lift kijken, hij gaat omhoog, dan zien we dat hij naar een verkeerd punt toe kijkt. Op het moment dat hij start, zijn zijn oren bij lange na niet in lijn met zijn schouders en zijn heup. Ik zou hem zeker niet zo ver naar voren willen laten kijken. Dus Daan, kijk 1 à 2 meter voor je op de grond. Dat scheelt een beetje per persoon natuurlijk. Dus dat is de tweede grote fout. Als derde, de lockout. Ik wil niet zeggen dat het fout is, maar ik zou hem iets langer beet houden. Simpelweg voor de spanning, zodat je meer als het ware kan knijpen in de bar en hou hem hier even beet. Want je gaat vrij snel weer naar beneden. Is niet goed of fout of iets dergelijks, is gewoon een techniek wat een stukje makkelijker is. Dan vind ik wel dat er nog een belangrijke fout in zit, dat is onze barpositie. Als wij hier, eens even kijken, hier onderin starten. Dan zien wij, als ik hier een lijntje teken, dat die barbel niet recht omhoog gaat, maar in de lock-out positie ongeveer wel weer boven de startpositie is. Maar bij lange na niet in één rechte lijn omhoog. Dit kan mede door je onderrug komen. Maar vooral wat wij zien op de terugweg. Ja, het is jammer dat je zo kort een lock-out hebt. Juist, hier sta je even recht. En op het moment dat je terug gaat, zien we dat die barbel per direct naar achteren toe schiet. Oftewel, als jij naar beneden toe gaat, je bent klaar met de deadlift, dan smijt je je billen direct achteruit en daarna komt je torso er pas achteraan. Dus Daan, probeer dat te veranderen in met je torso iets meer naar voren komen en later pas gaan breken in de heupen, zoals we dat noemen. Yes. Kijk, als ik het nog een paar keer af laat spelen, kunnen jullie het ook zien. Hij start boven. Even kijken hoor. Yes, hij start boven en zijn bar path, dus zijn barbel, schiet eigenlijk direct naar achter. Die kunnen we ook verbeteren. Dan hebben we als laatste heb ik nog een dingetje. En we hebben natuurlijk die bolle onderrug. Dat kan komen door te strakke hamstrings, onder andere. Als ik jou in de lock-out positie neerzet, kijk, zie ik dat jouw knieën, ja, wel of niet, kan ik niet zo goed zien, maar ik geloof dat jouw knieën niet helemaal op slot zijn. Dit in combinatie met die bolle onderrug, dat kan wel duiden op te strakke hamstrings. Ja, dat kan ik uit deze ene video niet opmaken. Maar het is wel zaak om je knieën goed te strekken. Ik zie dit helaas niet zo goed. Maar Daan, mocht je nou te strakke hamstrings hebben, er staan genoeg hamstring
testen op internet. Kijk daar eens naar. Neem eens even de tijd om de lengte te testen. Dat noemen we een 1990 test of een straight leg test. Die moet je even googlen. En ik denk dat het voor jou belangrijk is om die hamstrings lekker te gaan strekken. Zeker vlak voordat je gaat trainen. Rek ze een beetje op zodat je iets meer lengte krijgt. Dit was hem weer. Heb je nou ook een video? Stuur hem in. Ik zeg niet dat ik alles beantwoord. Want ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een bedrijf te runnen en YouTube filmpjes te maken en noem maar op. Maar het is wel leuk als jullie wat toesturen. Zorg wel dat het net zoals Daan gewoon een beetje kwaliteit is. Dat we wat kunnen zien en dat we een goede hoek hebben. Voor dit een interessante video, neem eens een kijk op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.